zijn er. Hij is nu onze naam op het bord aan het schrijven. Knappen ze? Ja, oh, het is echt heel lekker. You just give me a... Nou, we liggen lekker op een strand in Plakios. Plakios? Plakios Beach is the building. Yes. The building. Nou, laatste avond. Ja, tuurlijk. En we hebben lekker eten. Het is echt een, zo'n schattig leuk feestje weer. Echt niet normaal. Allemaal lekker eten. Goedie, buongiorno. Een hele goede avond. Een hele goede geile avond. Wij zitten lekker te smikkelen bij Afni. We zijn dus lekker niet zo. En we dachten even de vlog overnemen. Want we gaan eens naar het toilet. Wij doen een vlog zeker over. Dus check out de ambiance. Hier komen een paar zieke beelden. We zijn er dus wel achter dat Grieken bij het ene restaurant heel laat eten, bij het andere restaurant heel vroeg. Dus nu zitten we in een lege tent. En gisteren gingen we hoe laat eten? Maar het is ook maandagavond. Oh ja. En het is een beetje fine dining. Het is dus heel erg fine dining. We hebben net lamsmaag gegeten. Hoe vond je het? Lekker. Maar ik vond er geen heel bord van op. En wat hebben we nog meer? Ingelegde ui met inktvis ofzo? Rauwe inktvis met ingelegde ui in vinaigrette. Alles was rauw. En we hadden zeebaars carpaccio. Die is ook lekker. En nu gaan we naar de hoofdgerechten. Oh, laat een flesje wijn zien. Die ziet er super leuk uit. Oh ja. Gaan we ook even doen. Oh, sorry jongens. Dit is de Moker Magnum. Ik vraag gewoon aan die meneer. Ik wil een glaasje rosé. Die meneer zegt, wij hebben ook een Magnum fles. Dus wij zeiden, doe maar niet. Ciao tutti. Die gaan we doen. Nou, we laten jullie weten hoe het hoofdgerecht eraan toe gaat. Ciao Bella. Meiden, dit ziet er niet goed. Ik stel ze helemaal serieus op. Ik dacht dat als ik nou steek weg. Zeebaar. Als het nou moeilijk doen over prijzen of dingen, met bone broth. Ja. Zo lekker. Kijk Slim. Smoked pork. Ja. Het ziet er niet heel lekker sausje. En tamaki. En daar hebben we de main character. Nou, katu kitty kitty. Ja, lekker. Pas daar het kreet aan. Ja. Eet smakelijk, mopjes. Wat heb jij dan? Oh, my god, dit trekt zo los. Nou, dit was de laatste avond. Echt, nou, was heel leuk. Parel, echt zo lekker eten. 10 out of 10. Even één ding. Ja, hoe heet het? 10 out of 10. Hoe heet het eigenlijk? Avli. En het was zo lekker en leuk te vertellen. En ik wil niet naar huis. Nee, we willen allemaal niet naar huis. Ambiance. Ja, die hebben we al, die hebben we al 3 keer gefilmd. Cheers! Cheers. Nou, dit is limo. Deze is oké. Maar nog steeds, er zit raki in. Oh, dat is heel lekker. Ja, dit is echt lekker. Het is caramelized. Echt lekker. Het is caramelized. Echt? Het is caramelized raki. Oh, heb ik hem nog niet op? Nee. Water, dat is fijn. Dat is heel fijn. Is het zout op, Saar? Niet lekker? Het is zoet. God! Het is lekker. Godvlamme. Hier. Brokken zout. Ja, je had nog net het verkeerde hap. Wacht. Ik had echt mokerbrokken zout. Oh, hij is helemaal niet scherp. Wat is dit nou? Wat is dit nou? Ja, als je het niet verwacht, denk je wel van... Ja, maar ik had zulke klonten zout erop. Jij snapt het niet. Ja, jij wel, met die zout. Ik had gewoon olijfolie. Zulke brokken zout. Ja, ik vind jouw stukje wat minder lekker dan ja, mij. Ja, heel veel zout. Brother. 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 Ja. Dat is. Ik lijk echt op een soort kerel. Nee. Laatste avond, cocktailtje. Oh my god. Oh my. Oh yeah. Bij mij Zora. Woo! Luca weer. Luca weer. Thank you.
Hallo allemaal, het is dinsdag en we zitten op de airport. Het is weer verbaasd. Nee, niet aan het openen. Nee, ik heb niet geopend trouwens. Ik heb deze hele week nog niet geopend. Ja, gisteren al. Ik heb gisteren wel gevlogd. Maar goed. Ja, het is 9:00 PM. En we hebben heel erg gechilld in de beachclub. We zitten nu op de airport en we hebben een half uur vertraging. Hoe lang hebben we vertraging? 35 minuten of zo? Het is echt het scheerste vliegveld van het leven. Ja. En we zijn bijna weer thuis. Zeg maar, het ging zo snel. Het was zo leuk. Maar jongens, schaal van 1 tot 10. Wat de vakantie? Ja, 10. Nee, ik zeg een 9,5. Want het was wel heel leuk. Maar we kunnen altijd nog leuker. Als je 10 hebt, dan kan je over niet meer met elkaar vakantie. Nee. 9,5. Ja, en ik zeg 9,2 omdat ik 0,3 gaat eraf voor de voedselvergiftiging. Oh ja, snap ik. Hè? 9,3? Ik een 9,5. Want ik heb 30% ongeveer gemist. Wat mis je dan in relatie tot de vakantie? Ruimte voor verbetering. Ja, niet meer vakantie. Kom. Nou, heb je een toppunt, toppunt bereikt, waar zijn je nou? De tax. Ik zie dan de tax ook niet voor mensen. Maar ik heb wel echt 11 of 10. Ik heb zoveel geluksmomentjes gehad, dat was echt geweldig. Ik ben thuis. Ik heb de hele dag afspraken gehad vandaag. Ik heb deze moedervlek laten verwijderen. Ik ben naar de tandarts geweest, ik heb gesport. Lekker uitgeslapen, want ik was echt kapot. En ik ben nu gezellig bij Stan. Goedemorgen allemaal, het is tot donderdag. Zo'n rare week voor mij dit. Nou, ik ben nu gezellig bij Bo. Oh. En wij gaan zo meteen de Hyrox test doen. Ik ben zo zenuwachtig. Ja. En zo fucking benieuwd wat onze tijd gaat zijn. Maar ik ben wel benieuwd, want het is zeg maar gewoon de helft van de... Ja, van de normale... Ja, naar helft, qua oefeningen zeg maar. En of je dan, ja, die tijd, wat, ja, hoe kun je dan weten wat... En we gaan het natuurlijk ook samen doen, de Hyrox zelf. Ja. En dit is nu wel gewoon een test op, op jezelf alleen. Klopt. Dus... Spannend. Nu gaan we even goed ontbijten. Ja, we gaan een broodje met ei maken, of nou een pita met ei. Ja, is heel lekker. Ja, ik ben benieuwd. Dat is er ook gebruikt. Pita lekker met scrambled egg en kipfilet. Lekker. Met bieslook. Ja, we hebben een banaantje. En een banaantje voor straks. En we hebben een pre-workout. Ja. Oh mijn god. Ik ben zo... Ja. Nou jongens, we zijn aangekomen. We zijn zo zenuwachtig. Maar misschien zijn we echt zenuwachtig. Nee. Maar ik krijg gewoon helemaal kriebels. Ja, ik ook. Maar ik heb nog nooit iets van een Hyrox oefening gedaan. Zeg maar, ik bedoel qua een training of zo. Nee. En opeens gaan we... We gaan een test doen. We zien het wel, Oh, jongens, we zijn er. Hij is nu onze naam op het bord aan het schrijven. Ik vind het zo fucking awkward en eng als het vallen. Maar de meeste mensen, maar één iemand doet er ook 42 minuten over. Waar dan? Daar. Zo. Dat kan echt niet. Dat mag echt niet. Dat kan echt niet boven. Dat moet Emma. Ja, ik hou er zelfs een kwartier over. Maar ja, gemiddeld wel ongeveer een half uur. Ja, gemiddeld een half uur. Het is een half uur helemaal naar het. Maar ja, dat moet toch wel lukken, hè? Ja. Nou, ik heb de Hyrox training gecomplete. Test. Ik heb hem gehad binnen 27 minuten. En dat is echt een nulmeting voor mij, want ik ben echt fucking ziek geweest op vakantie, heel slap en daarvoor echt anderhalf week niet gesport. En ik heb nog nooit getraind voor Hyrox, dus ja, dit was echt heel, heel heftig en zeker niet mijn beste tijd. Maar ja, wel heel leuk. Ik weet niet meer wat ik van deze lipjes vind. Het was echt heel erg leuk om te doen wel en vanaf nu ga ik gewoon 3 maanden lang echt keihard knallen en trainen. Hiervoor. Ik heb er helemaal zin in. Ik heb helemaal een schema gemaakt. En ik hoop dat het goed gaat. Moet wel. Jongens, ik heb net mijn nieuwe zonnebril op sterkte opgehaald. Ik laat hem zo even goed zien, maar jullie zien het niet. Het is tijd voor een
hele leuke unboxing van Look Fantastic. You guys know me. I love Look Fantastic. Look Fantastic is een beauty webshop met beauty, haircare, make-up, hetzelfde beauty. Parfum, hair tools. Ze hebben echt alles. Geurkaarsen, diffuser, noem het op. En ik heb daar een doorlopende kortingscode. Sarah VLF, waardoor je altijd doorlopende korting krijgt. Wat automatisch toepast. Schrijf hem op in je notities. I don't care. Maar ik heb er even een nieuw dingetje besteld. Dus ik laat jullie zien. Kan je misschien wat inspo op doen. Als eerst ben ik helemaal in mijn healthy hair journey. Ik heb nu ook een Olaplex masker in. Die heb ik ook opnieuw gekocht. Dat is de nummer 3. En deze doe ik vaak in. Dus als ik mijn haar vast doe, wordt het een beetje hard. Lijkt het een soort gel, maar voed het meteen je haar. Blijf je staart goed zitten. I love it. Nou, dan heb ik natuurlijk ook de shampoo en de conditioner erbij. Want ja, die gebruik ik gewoon altijd. Vind ik echt top. Ik heb hier ook de blauwe versie van. Dat is een detox shampoo. En dat is ook heel lekker om soms gewoon even alle producten eruit te detoxen. Dat kreeg ik als tip van mijn kapper. Dan heb ik ook nummer 0. Deze gebruik je dus samen met de nummer 3. Dus dit zijn eigenlijk allebei een haarmasker. Dus neem ik dit masker erbij en een beetje zo sprayen. En dan voilà. Helemaal goud. Dan heb ik een nieuw luchtje voor Stan. Want echt super zielig zijn. Uit zijn auto is zijn laptop met zijn tas en al zijn spullen gestolen. Ook gewoon zijn Gucci zonnebril en zo, echt van kut. Maar dus ook dit luchtje. En dit was echt mijn favoriete luchtje van hem. En van hem zelf ook. Van Replica bij de Fireplace. Zo lekker. Dus die heb ik opnieuw voor hem. Dan heb ik 2 zonnebrandjes van de Roche-Posay. Ik vind deze allebei heel fijn. Deze heb ik sowieso al. Dus gewoon een gezichtsfluid met 50+. En ik draag elke dag zonnebrandcreme. Dus vandaar. En ook deze, ik ga het nu meteen uittesten. Dit is dus een zonnebrandcreme dat je over je make-up kan doen. Wow. Voelt niet eens. Het ruikt super lekker. Maar het voelt alsof er gewoon lucht op mijn gezicht komt. Nou, wat top. Het ruikt wel een beetje apart, maar wat chill. Ja, want het is dus echt belangrijk om je zonnebrand over je make-up aan te brengen. Gaat helemaal blauw, joh. Dan 2 voetenmaskers. Want ja, houden de voetjes nog even wel lekker een beetje goed. I love it. Dan, heel cute, van Laneige. Een mini lip kit met alle Laneige dingetjes. Mango, iced tea peach, sweet candy en berry. Kijk, en hoe cute zijn deze? Het zijn allemaal minietjes. En die kan je dan heel makkelijk meenemen in je tas. Ik vind Laneige echt de best. Ja, echt heel leuk. Elk tasje kan er één. Dan een sampletje. Deze heb ik gekregen, denk ik. De nummer 3 in een mini-versie. Nou, super chill. Kan ik gewoon altijd meenemen. En dan de Elizabeth Arden. Wow, hij viel uit. Maar deze gebruik ik ook letterlijk elke dag. En ik heb hem nu in een kleur. In de kleur honey. Dus dan heb je meteen een lip tint. En een verzorgende lip. Kijk hoe mooi. Mijn favoriete lippenbalsem met een tint. Ja. Girl, don't ask me twice. Oké, nou dat was het eigenlijk alweer. Vergeet zeker niet mijn kortingscode Sarah VLF te gebruiken. Linkje staat in de beschrijving. En veel shopplezier meiden. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag alweer. Ik ben redelijk vroeg opgestaan. Want ik wilde gaan hardlopen. Maar ik heb zoveel spierpijn van gisteren. Ik weet nog niet helemaal wat ik ga doen. Of ik ga gewoon even lekker een rondje lopen. Maar ik ga wel in ieder geval de deur uit. En even koffie. Nou, na gisterochtend heb ik hard gelopen. Was een succes. Daarna heb ik allemaal gezellige koffietjes gedaan. Was ook leuk. Daarna ben ik naar Nieuwkoop gegaan. Hebben we een voetbalwedstrijd gekeken. Was ook leuk. Dus het is echt weer een kutvlog. Ik ben echt een kutvlogster. En nu, vannacht. Daarna waren we in een hele gezellige kroeg. En hebben we bij Bo geslapen. Lekker girls night. Girls sleepover. Was echt heel leuk. En nu gaan we weer terug naar Amsterdam. Nou, wat is er? Zo kan ik toch gewoon. Kan ja, ik zo naar beneden ja, komen? Ja, tuurlijk. Wil je misschien een tas? Bo heeft visite. En ik zie ja. Hé, hey, Bo de ouders. Ja. Oh, ja. Zijn lekker met de meiden in Ams. En we hebben lekker een soort kaasbank. Girl dinner. We hebben lekker frituursnacks, een soepje, een broodje. Ja. En dit is onze Mediterranean Aperol Spritz. Kijk, we gaan lekker hier op het balkon zitten. Kijk, de meid is lekker zitten. Al het eten is alweer op. Cheers. Maar maakt niet uit, heerly. Wij zijn ons favoriete toetje aan het maken, avocado.
dat ding in mijn handen vallen. Sorry. We doen een espressootje met een ijs. En dan gaat er nog Kahlua in. Dat ga ik nu eventjes halen. Dit was het. Ik ben even de vlog aan het doen. Zij zijn aan het Nintendo Switchen. Zo leuk. Hey! Hoe leuk is dit? Ja, ik ga het ook kopen. Dit is zo leuk. En ik ben even voor de meisjes een avocado aan het brouwen. Zo. En dan maken we dit eventjes open. En dan doen we eventjes een klein scheutje. Dat was misschien iets te veel. Oepsie. Weet je. Zijn helemaal een beest hier, Saar? Nee. Ja. Oké. Okay. Nee. Ik heb het overleefd. Waar dan? Ik heb hem al weggeslagen. Kijk. Lekker. En dan hebben we hem. Lepeltjes. Tering lekker. Joehoe. Bonjour. Je m'appelle gin tonic. Oh nee. Kijk, kun je mij vervloek. Oké, jongens, we zijn IJsland toch ervoor gegaan om uit te gaan. Het is mis. Het gaat helemaal fout. Het is mis. Het is mis. Okay. Ik weet niet wat het is, maar het is er niet. Zo, we zijn bruin, boven van die spray. Ja. Ja. Ik begrijp niet hoe die vlog werkt. Even moet ik daar tegen mij praten of niet? Helemaal niet tegen mij. We gaan wat lekker. Doe even Kahlua of zo. Oh, we gaan shotten. Ik heb buikpijn. Knip. Maar we hebben nog een shotje nodig. Nou, ik vind het niet per se nodig. Nee? Jij neemt dat een klein beetje. Maar. Heel klein beetje heb jij. Oké, we gaan voor 2.0. Bo, kom er eens bij. De 3.0. Oh, Chrissy, where is he? Let's look at him. Oh, ik weet het. Ik ga er geen niet. Ik kom 3, 2, 1. Ah! Ja, Nis! Godverdomme! Gezellig, ho. Ik heb overwicht. Met de fan. Hallo. En Mila, die heeft bubble tea. En dit hebben we 1,5 jaar geleden gedronken. En toen vond je het niet lekker. Maar nu heb ik volgens mij van die balletjes die. Ja. Oké, nou, ga maar proberen. Ze hebben aardbei met blauwe bes. Knappen ze? Ja. Oh, het is echt heel lekker. Ja? Het is echt heel lekker. Ja? Mag je eens proeven? Ze knappen echt. Dus je moet één keer zo oh ja, dit is gewoon een soort limo. Ja, limonade. Ja, ja dus kijk, je moet gewoon één beetje... Het is wel heel zoet. Eén keer zo op die balletje. Nee, ik heb geen balletje meer. Ja, je moet even op een balletje. Balletje. Ja? Dan moet je gewoon bijten de knappen. Oh, een beetje lekkerder. Ja. Veel lekkerder. Toch, dit is wel lekker, ja. Een beetje het is echt heel fris. Lekker. Ja. En we hebben lekker van stapelen koekjes, 3 graafjes cupcakes, snoep van de Jamin. Dat is echt helemaal Mila haar dag, joh. Ja. En ik heb er even 2 shirtjes gehaald. Nou, wat voor cijfer geef je het? 10 out of 10. Nou, wat goed. We wilden dus eigenlijk deze halen, maar hij is uitverkocht. Nou, echt super gezellige dag gehad met mijn nicht en mijn nichtje. Ik ga nu lekker een burrito maken. Dus ik heb even boodschapjes gedaan. Ik heb hier plantaardig gehakt.
Want deze, hier zit heel veel eiwit in en het is gewoon veel goedkoper. En ja, dan gaat het niet zo snel over datum, zeg maar. Dan kan ik het een paar dagen langer bewaren. Dus gewoon gehakt. Dus dat ga ik even een beetje opbakken. Dan heb ik gegoren wraps, koriander, een farmer rauwkoolsalade, kikkererwten, maar dat heb ik niet voor nu, maar gewoon een andere keer. Een tomaat, zoete uien, ijsbergsla en avocado spread, omdat we geen avocados meer hadden laten op, anders is het kut. Dus ik ga dit even lekker bouwen nu. Hallo allemaal, het is inmiddels avond. Ik heb niet zoveel gedaan meer. Ja, lekker gegeten. En het even naar mijn to-do list gekeken. Ik heb morgen echt een saaie dag waarin ik alleen maar moet dingen moet editen. En opsturen en doen en dit en dat. Zus en zo. En ja, dit was eigenlijk alweer het einde van de week. Dus ik hoop dat jullie het een leuke week vonden. Ik hoop dat jullie het een leuke week vonden. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog natuurlijk te doen. En op mijn kanaal te abonneren. En dan zie ik jullie zo weer. Doei!